Shalom. Goedenavond. Vrede is het thema vanavond. En ik mag jullie allemaal hartelijk welkom heten. Ik ben ontzettend blij dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ik ben ook ontzettend blij met hoe de jongelui dit georganiseerd hebben. Het is vanavond ter bemoediging voor onze Oekraïense vrienden die in ons midden zijn, maar misschien ook wel thuis meeluisteren of meekijken. Van harte welkom. Het is jammer dat het natuurlijk nodig is dat we op deze manier een avond moeten organiseren. Maar we hopen van harte, en daarom wil ik jullie ook vragen om vanavond biddend te zingen, ook voor onze Oekraïense gasten die hier zijn, maar ook die in Sliedrecht zijn of elders in het land. We gaan met elkaar beginnen en ik wil een stukje met jullie lezen uit Filippenzen 4, van vers 4 tot en met 9. En daarna voorgaan in gebed en de rest van de avond zal door Anneke uitgelegd worden. Filippenzen 4, vanaf vers 4. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluid, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Zullen we samen om een zegen vragen over deze avond? Trouwe God en Vader in de hemel, zo aan het begin van deze zing-in komen wij tot u, omdat we de behoefte hebben om u te danken voor wie u bent. Heere, wat u ons ook geeft om te mogen uitdelen ook aan anderen. Heere, we zien en we horen dat in de achterliggende dagen, hoe goed u zorgt voor al die mensen die hierheen komen, hoeveel krachten u geeft om weer voor anderen ten dienste te zijn. Hoe de dingen geregeld worden en Heere, u staat erboven. En we mogen zien dat u dat allemaal geeft. En we bidden u, wilt u vergeven dat wij het allemaal zo gewoon vinden en dat wij zo gewend zijn aan ons luxe leventje. En Heere, wilt u geven dat we nu iets mogen uitstralen. Van u liefde hebben boven alles, maar ook onze naasten als onszelf. En dan zijn er hier Oekraïense vrienden in ons midden, jongeren. En misschien wel die thuis meeluisteren en meekijken. En dan danken we u ook voor de middelen die er zijn, waardoor ook zij de talen mogen verstaan, terwijl ze het Nederlands niet verstaan. Maar u geeft ook daarin middelen, u geeft ook daarin techniek waardoor dat kan. Heer, we willen vanavond uw naam in alles danken, zoals we ook net gelezen hebben. En we bidden of u door uw Heilige Geest ook vanavond wil geven, dat we zingend mogen bidden en biddend mogen zingen, zodat we ter bemoediging en ter ondersteuning ook iets mogen bijdragen in het leed en de zorgen die er toch ook zijn voor degenen die achtergebleven zijn in Oekraïne, degenen die vechten. O Heere, we bidden, wilt u toch vrede geven? En bovenal bidden we dan om de vrede in u te mogen vinden. Heere, wilt u zo met ons zijn deze avond? Wilt u alles geven wat nodig is aan iedereen die een taak heeft? En dat het mag uitlopen op de eer van uw naam en op de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat mogen wij u vragen, niet omdat we dat verdiend hebben, maar om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan vanavond vooral zingen. En
Dat zijn verschillende liederen. We gaan liederen zingen rondom het thema vrede. En we zingen Nederlandse liederen, maar ook wat Engelse liederen. Omdat ik denk dat het mooi is dat onze Oekraïense gasten misschien dan ook mee kunnen zingen. Halverwege de avond zullen zij ook een aantal liederen voor ons gaan zingen in het Russisch. Maar ze gaan wel de betekenis van de liederen vertellen. Dus dat is ook heel erg mooi en daar ben ik ook heel blij mee. Waar we straks mee gaan beginnen is het lied Geef Vrede Heer. En daarbij gaan we aan de Heere God vragen of Hij ons vrede geeft. Want Hij is de enige die vrede kan geven en waar we onze vrede kunnen vinden. Aansluitend daaraan zingen we U bent mijn schuilplaats, Heer.
We zijn wel eens bang en dat is heel menselijk. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens. En zeker in tijden van onvrede is dat best wel aan de orde. Maar daarom gaan we ook het lied Amazing Grace zingen. Waarin ook staat dat we alles van hem kunnen verwachten. En door genade alleen kunnen wij, hoeven we niet bang te zijn omdat de Heere God bij ons is. En dat zingen we in het lied Amazing Grace en dat... doen we staande, omdat in Oekraïne zijn ze vaak gewend om staand te zingen. Dus dat wil ik met jullie staande doen. Daarna is er ruimte voor een verzoek. Dus als u denkt, ik wil graag een lied of een psalm zingen, dan kunt u die opgeven daarna. Wie heeft er misschien een lied die hij graag wil zingen? Mag uit de... Ja. Als geen nood gezeten. Nou, die kan Robin wel opzoeken, denk ik.
Hoeveel zijn er? Twee versen is goed. Vertrouwen dat op God dat vraagt om overgave. Je moet dingen die je krampachtig vasthoudt, die moet je loslaten. En dat kan soms best wel lastig zijn. En daarom hebben we heel erg de Heere God nodig op onze weg. Voor Oekraïners kan het misschien wel een hele donkere toekomst zijn. Omdat je alles kwijt bent geraakt en eigenlijk alleen maar op God kunt vertrouwen. Want anders ben je al kwijt. Maar misschien voor ons is het ook lastig, omdat je niet weet hoe onze toekomst eruit ziet. En daarom is het heel belangrijk dat we daarin ons vertrouwen stellen op God. En daarin gaan we straks van zingen in het lied Heer, wijs mij uw weg. En daar vervolgens zingen wij, even kijken hoor. Great is thy faithfulness. En de Engelse zingen we ook staande. En daarna zingen we Psalm 121.
Als het goed is, gaan we nu luisteren naar onze Russische gasten. Dus jullie mogen naar voren komen. Het was wel een mooi verhaal, want dan zie je verschillende culturen. Want ik vroeg aan hun of ze misschien liederen wisten die we allebei kenden. En ze reageerden terug of ze vroegen zelf uit zichzelf of ze graag iets mochten zingen. Want dat vonden ze heel mooi om te doen. Dat waren zijn ze ook vaak gewend. Dus het was heel mooi om te zien. Господь, ты мое дыхание. Господь, ты мое дыхание. God, je bent mijn adem. Твое присутствие успокаивает меня. Твое присутствие успокаивает меня. Kalmeert je aanwezigheid me? Я стою перед тобой в благоговении. Ik sta vol ontzag voor je. Ты мой хлеб каждый день. Je bent elke dag mijn brood. Ты даешь слово, и оно взращивает меня. Je geeft me je woord, en het voedt me. Ты мой щедрый хлеб. Thank you.
Господь, когда ты призываешь меня, мне без тебя сложно идти. Heer, als je me belt, is het moeilijk voor mij om zonder jou te gaan. Я зову твое имя и свой взгляд я на тебя помещаю. Ik noem je naam en ik zet mijn blik op je. Когда вокруг буря, ты ведешь меня. Als je me rond de storm leidt. Где страх и нет опоры, ты своей рукой меня спасаешь. Waar angst en geen steun is, red je me met je hand. Твое имя призываю, и мой взгляд всегда на тебе. Ik noem je naam, en mijn ogen zijn altijd op jou gericht. Before.
Твоя любовь, Господь, безгранична. Jouw liefde, Heer, is oneindig. Ты оставляешь 99, чтобы найти меня. Laat je 99 achter om me te vinden. Я был недостоин, но ты отдал за меня своего сына. Ik was het niet waard, maar je gaf je zoon voor me op. Ты безгранично любишь меня. Hou je zoveel van me? Ты так благ и верен ко мне. Je bent zo goed en trouw aan me. Господь, ты радость моя. О, mijn God, mijn vreugde. Я бегу в твои объятия. En ik loop in je armen. Тепло твоих рук дает мне веру. De warmte van je handen geeft me vertrouwen. Твоя благодать и мудрость дает мне силу идти вперед.
Je genade en wijsheid geven me de kracht om verder te gaan. Я к тебе стремлюсь и тебя ожидаю. Ik zoek je en verwacht je. Когда в борьбе мне тяжело, я смотрю на тебя. Als het moeilijk is om te vechten, kijk ik naar jou. Молюсь к тебе и верю, потому что ты моя победа. Ik bid tot je en geloof je, omdat je mijn overwinning bent. Хотим сказать огромное спасибо Богу и вашей общине. We willen God en je gemeenschap hartelijk bedanken. За то, что в это непростое время вы приняли нас. Om ons in deze moeilijke tijd te hebben. Нашим семьям у вас очень хорошо и тихо. Je gezinnen zijn erg aardig en rustig. Большое вам спасибо. Heel erg bedankt. Wauw, dat was heel mooi. We gaan een beetje verder. En ik wil het nog heel even met jullie hebben over vrede. Want Jezus die wist hoe het was om in onvrede te leven. En hij werd, toen hij op de aarde was, toen wist hij ook, werd hij ook telkens beschuldigd, terwijl dat niet de bedoeling was, dat het niet waar was. En hij leed voor ons, voor onze zonden wilde hij lijden. En daarom wil ik met jullie het lied zingen, Kom tot mij, waarin Jezus tot ons zegt dat wij tot hem moeten komen om op hem te vertrouwen en
om bij hem de vrede te vinden. Dat gaan we zo zingen. Daarna zingen we het lied Ik bouw op u, waarin we ook ons vertrouwen op God stellen. En aansluitend zingen we weerstaande het lied Blijf bij mij Heer, alleen dan in het Engels. Thank you.
We hebben nog heel veel tijd, dus als er iemand is die nog een verzoeknummer heeft, dan mag dat bij deze. Dus er mag even over nadenken. Welke was hij? Oh, Psalm 100 bedoelt u? Ja, gaan we doen. We kunnen het proberen. En dan zien we even kijken. Laten we dan vers 1 tot en met 3 zingen. Oh, het zijn er 4. Oh, nou, door de 4. Ik kreeg nog een verzoek door. Een lied dat we allemaal, jong en oud, kennen. Oekraïens of Nederlander, we kennen het allemaal. En dat is Lees je Bijbel, bid elke dag.
Is er nog een verzoek? Vertel. Lichtstad. Ja, dat is goed. Die staat er denk ik wel op. Dankjewel. Ik wil jullie bedanken voor dat jullie zijn gekomen naar de Sing-In. En wat ik ook heel erg mooi vind is, zoals onze Oekraïense gast ook al zei, dat het heel mooi is dat we als gemeente allemaal ons kleine steentje bij kunnen dragen aan het probleem wat nu is gekomen. En dat vind ik heel mooi. Niet iedereen
iedereen hoeft evenveel te doen en niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. Maar als we allemaal ons kleine steentje bijdragen, vormen we wel met elkaar een stevige vesting. En dat vind ik heel mooi. Ik wil jullie nog kort iets vertellen, wat nieuws wat ik vanmiddag hoorde. Afgelopen woensdag hebben wij natuurlijk allemaal spullen ingezameld voor Oekraïne. En donderdag hebben mensen dat met elkaar ingepakt. En komende maandag of dinsdag vertrekt er een vrachtwagen met die spullen naar Oekraïne. En het is wel heel bijzonder, want het gaat ook echt naar Zhytomyr toe. Dus dat is heel mooi om jullie even te vertellen. Dat het ook echt de dingen die jullie hebben ingezameld, dat dat ook echt daadwerkelijk naar Zhytomyr gaat. Ik wil aan ouderling Meijer vragen of hij met ons wil danken. En na danken zingen we nog met elkaar staande zegen onze goede. Als een soort zingen op zondag afsluiting. Maar ik vond het wel heel mooi om met elkaar ook dat als laatste te zingen. En ook met de Oekraïense mensen in ons achterhoofd. Hier zo, die hier in Nederland zijn, maar ook die mensen die nog in Oekraïne zijn. Of de Heere God hen ook wil zegenen en ook hen onder hun hoede wil nemen. Voordat we eindigen, in ieder geval wil ik jullie nog een keer heel hartelijk bedanken. En ik denk dat het echt voor herhaling vatbaar is, zoiets. Dus bij deze de uitnodiging. Ik vind het ook heel bijzonder dat wij bedankt worden door hen voor onze gastvrijheid. Terwijl ik denk, wij moeten hen ook bedanken voor het feit dat wij weer met onze beide voeten op de grond gezet worden over wie wij voor onze naasten zouden moeten zijn. Dat wil ik jullie meegeven. Zullen we samen eindigen? Getrouwe God en Vader in de hemel, zo komen we aan het einde van deze zing in tot u. En dan willen we alleen uw naam weer daarin danken, dat u ons ook een stem gegeven heeft om te mogen en te kunnen zingen. En dan maakt het niet uit hoe wij zingen. Heer, dat we het met ons hart mogen doen, tot eer van uw naam. En dan geeft het ook een verbroedering, dan maakt het ook niet uit waar we vandaan komen. Dan verstaan we elkaar door de zang. En we bidden ook of u al datgene wat we vanavond gezongen hebben, wil zegenen, wil heiligen aan onze harten. Wilt u vergeven het zondige wat daar ook in was. En geef dat dit toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Omdat we geen acht geslagen hebben op uw liefdestem. Heer, wilt u ook met ons meegaan als wij weer van hier gaan. Voor diegenen die nog een reis te maken hebben, wilt u ze veilig thuis brengen. In deze nacht over ons waken en geven dat we morgen op uw dag weer iets van u mogen leren, mogen zien wie u bent, wie u wil zijn voor ons, wat wij niet kunnen bevatten met ons verstand. En o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Want drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.